Oh. Ah, man. Man. En knip. Hey, hallo allemaal. Welkom bij een nieuwe aflevering van Morten en Serenaya. Wow, daar zijn we dichtbij. Dichtbij. Veraf. Dichtbij. In mijn nieuwe disco outfit. Van Sesamstraat Evolved. Ik bedoel, Fortress Craft Evolved. Vandaag is een nieuwe aflevering. En vandaag gaan we weer tegenaan. Dichtbij. Veraf. En wij hebben nieuwe pakken. Oh man, kijk mijn Arthur. Hoe... Hij is een beetje verlegen. Die van jou kunnen we beter zien. Kijk nou, man. Disco swag. Hoe cool is dat? Ik heb wel het beste pak, maar jouw pak is ook best wel gruwelijk. Ik heb het ook het beste pak. We hebben allebei het beste pak. Ik had trouwens een idee. Het is best wel een raar idee, maar ik dacht dat is misschien wel tof. Als je nou bijvoorbeeld iets neemt als een wetsuit of je papiermacheet je lichaam en dan knip je daar allemaal vakjes uit. Ja, dat is allemaal patroontjes. En dan, als je dan bijvoorbeeld op een festival bent, dan kun je dat pak aantrekken. En dan doen ze zo heel snel met bodypaint, doen ze dat zo over je lichaam en dan trek je het eruit. En dan heb je zeg maar allemaal heel snel allemaal vakjes op je lichaam geverfd. En dan kun je er heel cool uitzien, net als met dit pak. Dat was mijn idee. Dan moet je disco verf hebben, dan ben je het helemaal klaar. Ja man. Ja, zo ziet mijn pak eruit, ik zal het even laten zien. Skin Slayer. Kijk deze. Weet je waar dat pak voor mij eraan moet denken? Ik weet niet of je dat ooit vroeger gedaan hebt. In de kleuterklas, dan ging je zo met van dat krijt, ging je zo'n heel papier ging je onderkrijten. Yeah. En dan vervolgens deed je er zo'n zwart laagje, of met heel veel verschillende kleurtjes, zoals mijn pak. Yeah. En vervolgens deed je dan zo'n zwart laagje eroverheen en dan ging je dat zwarte er weer afkrassen. Yep. En dan kreeg je zo'n vet spacende kleurentekening. Heb ik nooit gedaan, maar dat ziet er wel, ik snap wat je bedoelt. Vet man, en we gaan niet vandaag de hele dag alleen maar naar kleertjes shoppen. Ook al moet ik zeggen, er zitten wel echt, toffe dingen tussen. Even snel kijken. Ja, en alles. Dus dat zit ook bij die uitbreidingen. En er is ook een nieuwe expansion gereleased. En die hebben we nog niet, maar die komt de volgende aflevering denk ik wel. Tenminste. Die gaan we zeker niet laten liggen. Dat wordt al gruwelijk. En het is ook helemaal niet zo duur. En in de aanbieding. Maar wat zijn we vandaag voor machines aan het bouwen? Want dat is natuurlijk waar dit spel over gaat. Ik heb even de stromen. Ik heb de stromen een klein beetje verplaatst en een klein beetje geüpgrade, zodat we gewoon net wat meer power hebben voor nu. Ja. Ik heb deze machine omhoog verplaatst, want meer grotere gang. Mooi circle vormen nog steeds. En voor de rest, we zitten nog altijd met het probleem van die grote kopernode. Dus dat moeten we nog even een workaround voor verzinnen. Ja, die zit hier onderin, hè? Je kan hem niet. Oh, er zit een plantje nu. Ja, klopt. Maar hier komt nog niks over. Maar ik wil toch even kijken tot waar die plantjes kwamen. Plantjes hebben we nog helemaal nooit eerder gezien. Die heb ik niet gezien. Ik ga er even naartoe. Laten we even kijken. Oh, hij zit hier. Op de lopende band zit hij waarschijnlijk. Oh, ja. Misschien moet ik dan eventjes... Zo. Links. Waarschijnlijk komt hij Oh nee, ik moet eigenlijk iets lager. Kijk, daar is een blokje voor je. Daar kun je op staan. Dankjewel. Oh, sta je dan op die? Prima. Zoiets. Ja. Maar die plantjes, die groeien dus op deze lopende banden. En die moet je dan afhalen. Oh. Blam. Squeak. Dus dat is goed. Maar dat kunnen we natuurlijk niet de hele tijd zelf doen. Dus dan moeten we de lopende banden gaan beveiligen met turrets. Yes, en daar moesten we die stroom voor voorziening ook vast voor doen. Dus in principe kunnen we dat nu doen, maar omdat er nog niks over de lopende band komt, heeft het nog niet echt zin. Dus laten we dat niet doen. Ik was boven, ik ga het niet helemaal laten zien, maar ik was boven in de laboratory. En voor het volgende onderzoek hebben we goud nodig. En om dat te regelen, moeten we dieper. Dus dan heb ik alvast een stukje gegraven. Ik zal je laten zien wat ik daarvoor gemaakt. Alweer, maar de vorige aflevering gingen jullie ook al dieper. Ja, alweer. Yep, maar dat is wel een beetje dit spel. Als je verder wilt, dan moet je dieper. Dieper is verder. Dus ja. Oké, dus hier staat de lithium. Oh, was dit nog? Ja, hier staat de lithium mijnerij. Die moet geautomatiseerd worden. Daar is Sarah nog een beetje mee bezig. En als je dan verder naar beneden gaat, dan kom je waar de volgende aflevering waren. Maar dit moet ik een beetje voorzichtig doen. Er komt namelijk door de update. Kijk, hè. Kom boven. Auw. Oké, dat... Die lift die moet meewerken, maar dat doet hij niet, helaas. Dan komt er de update en dat is namelijk als je onder een bepaald niveau komt, dan kun je niet achter elkaar grappling hook doen. Dus bovenin wel, maar nu als ik nu grappling hook doe en ik doe nu nog meer grappling hook, dan gaat hij niet. Tot en met moet ik wachten en dan zie je, dan gaat hij weer. Zo, ja. Dus voorzichtig zijn. Maar toen ging ik hier naar beneden.
verder bij lithium. En toen kwam ik hier. Dat wil ik even laten zien. Toen ben ik gestopt met spelen. Ik denk, dat laat ik even aan iedereen zien. Kijk. Spanning is te snijden. Hier naar beneden. Mooi in het licht. Kijk. Ha! Dit heb ik gevonden. Het lijkt ijzer, maar dat is het niet. Als ik een lampje inzet, wordt het misschien wat duidelijker. Is het wel ijzer? Nee. Nee. Dat kan niet. Zo diep. Even kijken. Red mark button to scan. Oh, het is wel ijzer. Oh my god. Ik dacht dat ik goud had gevonden. Goud is geel. IJzer is bruin. Het zag er geel uit de laatste keer dat ik hier was. Man. Dat is balen. Dan moeten we op zoek gaan naar unknown. Ping unknown. Pink. Oh, ik hoor wel. Bliep, bloep, 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 bloep. Bliep, bloep, bloep. Unknown ore, 100%. Oké, daar is het. Is het boven ons? Nee. Is het zij van ons? Nee. Oké. Dan laat ik dan daarin graven. Ja. Want we gaan dieper, want we hebben goud en nikkel nodig. Onder andere voor het volgende research project. Oh ja, en ik heb een macro geïnstalleerd. Ik weet niet of je het kan zien. Wacht, als ik nou gewoon hier lampjes plaats, dan is het waarschijnlijk wel beter te zien. Oké, komt die. Wauw, zie je dat? Dat is wel echt in één keer een dikke tunnel. Ik krijg zelfs een klein beetje framerate drops van. Maar ik ga even naar dat ding, naar die unknown materials toe. En laat ik wel weten wat het is als ik er ben. Oké, jongens, het is hier. Het lijkt weer ijzer. Maar er staat unknown block detected. Wacht, is het even zeker weten. Ping unknown. Blank. Oh, ja. Oef, fel. Er zijn hier ook allemaal dingen omheen. Oké, laten we dit dan scannen. Rechtermuisknop. Scan. En dan kan ik het, als het goed is, boven. Als ik boven ben, kan ik het weer uitvinden. Even kijken. Als ik nu unknown doe, oh, dan zie ik nog steeds dit. Ja, dus misschien zijn die andere blokjes die ik om me heen zie ook nog wel van hetzelfde soort. Dus naar boven. Oh, wacht. Hier heb ik niet heel erg hard naar over nagedacht. Kan ik hier al wel weer? Oh ja, hier kan ik kan alleen maar in het blauwe kan ik snel drappelen. Maar als ik dan weer voorbij blauw ben, kan het weer wel. Dat is wel handig. En er zit die diamant in de buurt. Ik weet niet of je dat hoort. Het hoge suizende geluid, maar dat is diamant. Ik hoef het in principe niet te hebben. Jongens, ik wil gewoon even blokjes bouwen. Zo ja. Maar ik denk niet dat ik het weghalen, want ik word altijd een beetje gek van het geluid van diamant. Heb je dat ook niet? Hoor je dat ja, suis? Pling, pling, pling. Is het niet zo'n blikkeltje? Nee, het is zo'n suisend geluid. Perfect. Oh ja, ook nieuw in de update. Oren stekken niet meer, zover. Maar het is 150. En ook vervelend in de update, bedoel je? Ja, nee. Dat is een beetje zo. Oh, jammer. Ik ga ook hier. Hier zit dus allemaal. In al deze hokken zit vol met spullen. Met lithium ore. Daar ga ik echt niet uithalen. Dag. Ze dus blijft helemaal in zijn inventory vol zitten. Daar heb ik echt geen zin in. Kijk, ik sorteer het op diepe. Maar ja, het blijft gewoon een zootje. En als ik het gewoon een paar keer eruit pak, dan zit mijn inventory gewoon voor altijd vol. Dan moet ik het weggooien. Ik moet echt trek in. Even kijken. Laten we naar het oppervlakte gaan. Gehaald. Chill. Oké, nou hoop ik dat ik dit ook gefixt heb. Maar ik kan niet beloven. Twee unknown materials. Oké, deze hebben we erbij gekregen. Process. Het was goud. Ik weet niet of je het zag. Maar het was goud. En process. Hey. Een soort tube met lijm? Kan dat nou weer? Volgens mij is dat spul dat je nodig hebt om die chevron signs te maken. Dat hebben ze namelijk ook. Kijk, we hebben deze blokjes, zwart gele blokjes. Die ons lievelings zijn, weet je wel. En die kosten nu construction paste. Oké. Okay. Oh, dat was het. Dus, dat voor was mij nog altijd unknown material, maar het is maar nu kun je construction dat paste. Bouwen construction paste? Nee. Maar hoe krijg je dat dan? Dat weet ik niet. Is dat een nieuw soort machine? Dat zal wel een machine zijn, ja. Nee. Oh, wacht, ik moet... moeten we nog gaan ontwikkelen, die machine. Misschien als ik hier zoek op construction... Nee. Misschien als ik op construction paste zoek... Nee, oké. Okay. Oh, maar ik kan wel in de reference kijken. Ja, dus ik zoek naar een reference van een material. En dat heet... Kan je hier niet zoeken? Construction paste. Haha. Construction paste. Geen help. Omdat het er niet in staat. This material is paintable with paint gun. Ja, maar dat is alles, dus daar hebben we niks aan. Dus ik even deze cores ophalen. Pak, 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 pak. Al deze dingen. Dat is altijd fijn. Kijk maar hoeveel ores we hieruit krijgen, jongen. Dat is echt super. Kijk, en het goud hebben we nodig voor... Ik had het al gezegd.
hier. Voor de volgende hebben we deze experimental pods nodig. En daar moeten dus goud in. Best wel veel zelfs. Laten we dat even gaan opzetten. Hebben we niet meer lithium? Hebben we echt weinig lithium bars of ligt het aan mij? Ik heb 82 lithium bars en ik heb nog heel veel lithium ore. Jij hebt het. Hey, maar als jij van plan bent de goud te gaan opzetten, je kunt op zich het lithium afbreken op één na. Want ik ben het lithium op dit moment aan het aansluiten met lopende banden. En dan kunnen we alles wat we daar hebben staan, kunnen we dan voor het goud gebruiken. Ja, oké, maar... Oké, ik ga even dit aanzetten. Even kijken, 40 iron bars. Of 40 lithium bars. Ik denk dat dat wel slim is om erin te gooien. Ja, dan gaat het in ieder geval iets doen. Maar we hebben meer lithium bars nodig voor dat research. Oké, en jij wil ondertussen dat ik... wat zijn dat nou? Je de lithium sloopt en dat gaat verplaatsen naar de goud. Zeg slopen maar. Naar het goud. Ja. Bij dat lithium zit nu zo'n hele... echt drie van die miners met... Maar gaat het goed? Wordt het niet aangevallen of zo? Wordt het niet aangevallen? Boven bedoel je? Door beestjes. Of daar? Als ik het beneden... Ja, als ik beneden... Volgens mij valt het wel mee. Oké. Nou, laat ik en dat anders komen we daar wel achter. Ja, inderdaad. Dat is wel goed, hè. Hebben we nog upgrades die nog nieuw zijn die we moeten hebben? Er waren wel een paar dingen waar ik enthousiast over werd. Zou best kunnen. En misschien ook wel omdat er nieuwe dingen zijn überhaupt. Kijk, solar panels. Dat is volgens mij echt een low-level dingetje om een beetje energie te krijgen. Een charger. Oké, die is niet echt interessant. Wat wel interessant was, hier die barkeeper. Die had ik nog nooit gezien. En dit is dus als je de server uitgaat, dan haalt hij jouw bars uit je inventory. Als je met z'n tweeën speelt, super handig. Een garbage thief, dat heb ik nog nooit gezien. Staat hier een handige methode om ongewilde afval uit je inventory te halen. Oh, haalt hij niet gewoon de ores uit je inventories en dan gaat hij ze automatisch ergens in stoppen? Ja, dat is een ore thief. Maar die moeten we ook bouwen. Weet je wat, ik ga dat wel doen. Want die hebben we nog niet. En dat is een... staat heel de tijd hier. Zie je rechts boven mijn scherm? Extract or smelt nickel en maak een ore thief. Ore thief. Copper bar, die heb ik net weggelegd. Holy moly, dat kost gewoon één copper bar om dat ding te bouwen. Maar kun je dat... van dit ding, 3, help, ore thief. Kijk, de nieuwste machine. 9 copper bars. Oh, dan moet je er 3, moet je op de vloer neerzetten of zo. Oké, ik lees even heel snel dit doorheen. Ja, 5 power per oor. Oké, er moet een klein beetje stroom bij. Ja, oké. Ik kan dit. En misschien kan hij ook wel storage hoppers eten. Dus dan hebben we een klein beetje van alles nodig. We gaan er gewoon een beetje mee experimenteren met die ore thief. Dus, hoppers nodig. Meer ore thieves. Wacht, 9 van die. 9. Oh, zal ik anders even een gedeelte van mijn bars terugleggen dat je erbij kan? Nee, je komt er wel uit. Oh ja, het lithium. Als je wat lithium wel even weg. Gooi wat lithium. Nee, gooi dat maar in het lab. Dat kan gelijk. Wow, organic power storage. Wow, die kunnen we gewoon. Maar dat is... Ik moet me niet laten afleiden, sorry. storage hopper wil ik hebben. En waarschijnlijk is het handig om nog even een power core extra te hebben. Behalve dat ik geen lithium bars voor heb. Oh. Ja, maar die heb ik dus net gelegd. Ik zou die gewoon eventjes erin laten zitten. Nee, er zit nog eentje in de... Is goed, joh. Oké, laat ik het... Misschien is het wel handig om het op een handige plek te doen. Dat klinkt wel slim. Is hier goed? Ja, hier is een goede plek. Oké, dus... Ore thief. Zo. Oeh. Wow. Things happen there. Dat ding is huge. Dat is best wel groot, ja. Maar dan kun je dan instaan. Oké, er moet een beetje... stroom bij. Zo. Heeft hij een interne stroom... Nee. Ja, ik gooi het wel. Misschien, ik denk dat het als het ernaast gaat. Ja, oké. Okay, ja, precies. Wow. Oh ja, al mijn oors gaan weg. Gruwelijk. Oké, en dan waarschijnlijk als ik... Maar waar is het nou? Ja, het zit erin. Maar kun je dan ook met puur te uithalen? Nee. Maar waarschijnlijk als je dan... hiero ernaast bouwt dan een storage hopper... Zo? Ja, en dan gaat hij dat er waarschijnlijk in doen. Gokje. Moet hij niet hoger?
Of kan die het daar wel ingooien? Ik denk dat dit wel zou werken. Hij heeft nog 83-4 slots en heeft lithium ore erin gestopt. Dus, en ik heb lithium ore uit mijn inventory gepakt. Dus ik denk dat het helemaal werkt. Nee, het zit toch niet in de... Het zit toch niet in die storage hopper? Daar moet... Oh wel, ja, ja, ja. Oh, dat is ja, automatisch. Lithium ore. Aha, oké. Okay. Yes. Maar ik heb dat hij niet out of power is op dit moment. Ja, 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 oké. Okay. Nu gaat hij het allemaal eruit halen en dan dat. Ja, dat is best wel handig. Dan moeten we eigenlijk even hier wat stroom aandoen. En eigenlijk zit de smelterij nu een beetje te dicht hierop, hè? Maar ja, dat kunnen we niet. Je kunt het misschien gewoon tegen die stroomproductie aanzetten. Die even vlak achter staat. Daar is wel ruimte. En een paar lopende bandjes en dan kan het gewoon aangesloten. Ja, ik zet hem wel een klein stukje eraf. Maar tegelijkertijd is het ook zo dat hij zeg maar... Hij moet wel echt heel veel aankunnen. Nou, weet je... Ik verzin er wel wat voor. Komt goed, maar dat laat ik even wat het is. En dan ga ik er wel een mooi plekje voor maken. Om dat nu in de aflevering te gaan doen is misschien een beetje te veel van het goede. Wat was ook weer waarom... Ja, dus dat is een van de dingen. Oké, okay, build a spiderbot base, extract or smelt some nickel. Even kijken, ik ga hem even kijken of ik hem voor de gek kan houden door wat nickel in mijn inventory te stoppen. Tin... Lithium? Nee. Kopper. Ik heb gewoon een klein beetje nikkel nodig, jongens. Krijgen we überhaupt nog nikkel? Nikkel? We hebben nog helemaal geen nikkel gevonden. Oh. Aha. We hebben een klein beetje titanium gevonden oh, van... Ja. Oeps. Oké, okay, dat snap ik ook wel waarom die... Oh, worden we aangevallen? We worden aangevallen. Nou, daar hebben we toch een defense voor. Ik... Jij vertrouwt het wel, hè? You got this. You got this. Ik denk ook dat het wel echt helemaal goed komt. Ik leg even wat ores terug, dan wordt het tenminste gesmolten. Zo, oké. Dingen. Wat moet ik nou doen? Het is handig dat ze die instructies neerzetten, want dan weet je wat je moet doen. Maar het is ook niet zo handig, want je wordt je hele tijd afgeleid. Stekken die bars nog ver genoeg? Ja. Oké, okay. Ik ga wel dat opzetten van die goudproductie. En dan gaan we wat smelten en dan kunnen we waarschijnlijk wel verder met de lab research. Dat zou niet zo heel erg moeilijk moeten zijn, dus dat ga ik gewoon nu eventjes doen. Right man, ik ben op het punt om het goud aan te sluiten. Oh, ik zie dat je dit verplaatst hebt. De ore thief. Pak al mijn ores, ik heb er superveel en ik heb bijna geen ruimte meer in mijn inventory, alsjeblieft. Dan zal ik meer ruimte maken. Dit is allemaal vol. Oh ja. Nu is de ruimte. Omdat jij het bent. Deze gaan we waarschijnlijk wel weer opruimen, want die kunnen we vast beter gebruiken, maar... Kun je dit zien? Oh ja, hier. Maar nu zit hij alweer vol. We kunnen 500 oors daarop slaan, maar... En die worden dan langzaam het netwerk ingeduwd. Het probleem is gewoon dat we niet snel genoeg kunnen smelten. Smelt is echt altijd het probleem. Maar ik heb meer organic rocks en we zijn verder met tech. Oké, okay, en jij hebt ook wat uitgevonden, want we kunnen weer chevrons maken. Chevrons zijn de gilzwart. Ja, we kunnen tenminste niet meer in gaten vallen. Yay! Ja. Dit apparaatje, hij is echt special. Hè? Hij is zoveel specialer dan je misschien zou denken. Oh, deze is ook al, inderdaad. Ik was laatst op een feestje, daar hadden ze ook deze. Ja, klopt. Dacht je, waar is dat voor? Nou, nu weet je het dus, daar kun je dus construction paste mee maken. Disco ball. Maar het gaat echt heel snel. Je kunt gewoon echt van alles erin gooien. Ik heb op het moment mijn sneeuw erin gegooid. En dat zet hij dan om. Maar alle stenen ook. Gewoon spullen erin en dan krijg je construction paste. Oké, okay, ja. En dan kun je gewoon chevron signs maken. Oké, okay, kan ik het hier uithalen? Ja. Less ice. Oké, construction paste. En het maken van een chevron sign kost 1 construction paste, denk ik. Ja, oké. Okay, maar we moeten dus wel best wel veel ervan bij hebben, dus kennelijk. Ja, we moeten het ook even automatiseren. Maar wat je dus ook kunt doen, je kunt dus ook in zo'n garbage collector maken. Dat is net iets als een ortief, alleen dan van rotzooi, blijkbaar. Ja. Ik denk van gewoon de meeste steensoorten. Ja. En dan gaat hij ook dat allemaal eruit halen. Dus dat moeten we ook even opzetten. Nou, dan hebben we in ieder geval een manier om dat aan het spul te komen. Prima, dat is lekker. Even kijken, dit is ondertussen die lab. Het is niet echt super interessant. We hebben een paar van die complexe... goed. Dat is het ding aan het doen. Ondertussen gaan we dan verder naar het goud. Ontwijk de lift. Lithium is ook helemaal geautomatiseerd. Helemaal geautomatiseerd. Oké, prima. Want ik ga het niet meer ik hoef het niet meer op te pakken. Dus binnenkort is mijn inventory ook wel opgeruimd. En jij hebt hier die liftschacht gegraven. Kun je nog even laten zien? Oké, dus hier is het lithium geautomatiseerd. Ja... Lasers en lopende banden. Soepel. Oh, hij is low on storage. Ja, dat komt omdat we het geen snel genoeg kunnen smelten. Nee, het komt omdat het niet snel genoeg de lopende band op kan. Dus je moet Eindelijk zou dit wel werken als ik... Nee, ik heb die niet bij me.
Als je nog een lopende band komt plaatsen, dan kan het. Gewoon een lopende bandje ernaast. Eén lopende band en dan ben je er. Yes. Dat zou naar beneden springen. Een verschil moeten maken. Op naar het goud. Want ik heb deze dropshaft heb ik doorgetrokken. Hier, door het blauw heen. Niet doodgaan. Ach, man. Nee. Oh, dit. Ja, dat zat er dik in. Respawn. Nou moet ik, nu kijk, als ik linksboven kijk, ik heb maar één hartje. Oh, dat is balen, jongen. Het is best wel moeilijk om dit goed te doen. Oké, ja. Ja, ik heb nu anderhalf hartje. Weet je wat, anders dan zie ik je beneden wel, want misschien doe ik het zo meteen weer fout. En dat zou voor mij is de hele lopende band gewoon vol, hoor. Oh ja, dat is mij ook vol. Was niet ingeladen waarschijnlijk dan. Dat zou het zijn. Ja, je hebt gelijk. Oh ja, hè? Maar net was het. Nou ja, goed. Dan neem ik mijn storage hopper weer mee. Misschien komt hij ergens anders van pas. Nou, weet je wat, ik ga het gewoon hier proberen. Alsjeblieft, niet doodgaan. Misschien heb ik gewoon de dropshaft niet. Oh, kijk, ik heb hier nog een stukje erin zitten. Haha, kijk, daar had ik niet op gerekend. Oh. Ah, man. Man. En knip. Gelukt. Oké, we zijn hier beneden. Oh, de laser komt niet tot daar. Oh, man. Kan ik het wel zien, alsjeblieft? Nee. Huh. Laser gaat maar 64, hè? Vergeten. Ik heb wel extra lasers bij me. Sorteer het type. Ja, ik kan het toch gewoon even doen. Bouw omhoog. Hoe ver is het nog? Oh, het is niet zo heel ver. Oh, het valt wel eens mee. Cold extractor offline. 24 minuten. Ja, daar moet het zijn. Oké. Okay. Hier. Hier zou al goed moeten zijn. Zo, laser. Klang. Richt hem naar beneden. Krijgt hij stroom? Laser found nothing. Please realign. Oh, maar heeft hij wel stroom? Ja, er zit al stroom. Oké, okay, prima. Pak ik dan een macro hier. Hou. Klein beetje full damage hier. Dit is wel de veiligste manier om naar beneden te komen. Dat weet ik wel. Gewoon graven. In tegenstelling tot andere spelletjes. In dit spel zit er geen lava, dus ik kan gewoon recht naar beneden graven. Oh, nou. Oh, oké. Okay. Nou, aflevering over teams. Spoiler alert, ja. Oké. Okay. Hier is nog een laser. Krijgt die stroom? Ja, oké, okay, prima. En dan ga ik hier even de hoek om met deze. Oh, wacht. Misschien met die beter. Eentje hoger. Nee, die heb ik nodig. Dan die kant op. Schwer. Oké. Okay. Haha. Dit heb ik gebouwd. En nu is hier stroom. Yes. Alleen de storage is nu een beetje low. Dat geeft niet. Ik kan het gewoon uitpakken. Het enige nadeel is op dit moment ook dat die storage best wel klein is. Hoe klein? Ja, dit is 8 van die dingen. Nee, ja, 8. Dus ik heb 8 storage hoppers en hier komt dan gewoon het goud in. Misschien kan ik er nog in die gaten, zeg maar. Dus zeg maar hier zo en daar nog storage hoppers. En dan krijg ik er, als het goed is, weer meer bij. 12 bij of zo. Dan zijn het er 20 en dan zitten ze ook aan elkaar. Dus dan zou ik wel echt 2000 goud kunnen doen. En dan kan ik het als nog wel lopen. Ja, dat is misschien wel een goed idee. En kan ik hier. Ja, hier kan ik nog wel een drill motor inzetten. Kijk, die enhanced, is die goed? Ja, dan gaat hij alleen heel veel stroom vragen, maar dat kan hij nog wel aan. Dat kan is nog wel aan, 4. 4 stroom per tik. Oh ja, 4. En hier kan nog een ore extractor. En die had ik alleen niet bij me. Dat ga ik nog even doen. Maar dat ga ik niet nu doen. Dat komt denk ik in de volgende aflevering. Oh, wacht. Ja, wat nog wel in deze aflevering komt, is ik was hier dus bezig om een mooie roestdalenschacht te graven. Die toevallig hierop uitkwam. Dat is echt toeval. En kijk, ik weet niet, dit was opgevallen. Moet je dit zien? Kijk, dit is dus het goud. En super glad. Super vlak hier. En het is echt zo chill om mee te werken. En echt heel mooi maken. Maar ja, ik was dus aan het graven. En toen vond ik dit. Wow. Rode kristallen. Volgens mij hebben we die nog niet. Ik zal ze even ophalen. En verderop zag ik er nog meer. Rubies klinken dat. Toch, rubies zijn rood. Ze zijn inderdaad, vraagteken. Robijn. Zal ik het even voor je identify? Ik ben er wel boven. Ben jij in de buurt? Ik zie verder.
niet meer spullen. Ruby Crystal, yeah! Hier, ja, hier is die Ruby Crystal. Daar kun je waarschijnlijk weer goede lasers mee maken of zoiets. Zal eens even kijken of die toevallig erbij staat. Ruby Focusing Lens is voor 50% meer snelheid. Oh, dat is wel prima. Dat is zelf wel de moeite waard, ja. Even kijken, en er was hier volgens mij verderop nog eentje. Daar. Ja. Ik had het goed onthouden, dat scheelt. Nu hoef ik alleen nog even naartoe zonder dood te vallen. Maar ik ben weer in het gebied waar ik normaal kan grappelen. Auw. Oké, ja. Behalve dat ik het nog niet kan. Maar verder gaat het allemaal goed. Oeh, dit ziet er echt heel shiny uit. En ik ben verdwaald. Nee hoor, dat valt wel mee. Druk gewoon K. Die kant moet ik op. Anyway, dat gaat wel doen voor deze aflevering. Oh, het is donker hier. Ik zal even een lampje aanzetten. Stukken beter. Ik hoop dat je een leuke aflevering vond. Als je nog tips hebt, laat het dan achter in de comments. Oeh, meer goud. En wat ik ook graag van jullie hoor... Oh, weet je wat wel interessant is om te doen? Nee, we willen weten wat je van ons horen wil. Ja, nou, ik wil graag tips horen. Tips. En, oh hier, of je nog misschien een bizarre installatie hebt. Oh, daar is meer Unknown Ore. Dat gaan we de volgende aflevering doen. Tot ziens! Tot ziens!